Lieve Facebook-vrienden van Vacanze Col Cuore, goedemorgen en welkom terug bij mijn wekelijkse update over hoe dingen gaan in onze vakantiegroep, onze vakantieparkengroep Vacanze Col Cuore. Vandaag bevind ik me op Lago Hydro Glamping Boutique. Het is heel vroeg, het is 6 uur 's ochtends en we zijn hier al heel vroeg bezig vandaag omdat we bezig zijn met het plaatsen van de nieuwe mobile homes die net aangekomen zijn. Hele mooie luxe mobile homes. En als jullie met me meegaan, laat ik ze even snel zien en laat ik jullie ook zien hoe mooi het hier is 's ochtends vroeg als de zon opkomt wat tegen de bergen aanschijnt. Ga met me mee. Hier zijn we dan met het eerste pleintje met luxe mobile homes die net geplaatst zijn. Dit zijn onze Cube Suites, een soort hotelformule. Dus een luxe slaapkamer met een kleine keuken en een badkamer. En een prachtige glazen wand aan de voorkant. Sommigen kijken naar het Hydromeer en sommigen kijken naar de bergen. Kijk hoe mooi. Zoals ik zei, het is heel vroeg. En alleen het bovenste stukje van de bergen is op het moment in de zon. En de rest en de camping ook zal over een uurtje ook in de zon staan. Dus deze zomer zou de zon heel snel en vroeg 's ochtends aanwezig zijn. De tweede zone die ik jullie graag wil laten zien, waar we ook hard en snel mee bezig zijn, is dit tweede pleintje. Hier staan de cottages Next XL met 3 slaapkamers, 2 badkamers. Om de grotere families ook blij te maken. Hier staan 6 bedden, dus 6 mensen kunnen hier makkelijk in verblijven. Nou, hier komt een mooi pleintje in de toekomst, tenminste over een paar weken. En op de achtergrond zien jullie de Lago Hydro. Last but not least wil ik jullie onze safari tenten laten zien. Die ook bijna klaar zijn. Daar zijn ze tot vorige week heel erg druk mee bezig geweest. Zoals jullie weten. En er staan er nu 9 van. Een paar andere glamping tenten moeten nog opgebouwd worden van andere modellen. Maar deze staan er alvast. Sommigen kijken op het meer. En sommigen kijken op de bergen. Als jullie het ook hier zo mooi vinden. En als jullie een alternatieve vakantie willen proberen. Een mooie glamping vakantie op een heel mooi bergmeertje in het noorden van Italië. Vlakbij het Gardameer. Kom dan ons opzoeken. Ik wens jullie een hele fijne dag. Ciao ciao.